We staan hier in de bibliotheek van Mazeik. En vanaf september hebben we weer een heleboel projecten voor onze jeugdafdeling klaarstaan. Zoals onder andere het knutselen, wat eenmaal in de maand doorgaat. In onze bibliotheek hebben we een uitgebreid aanbod voor de basisscholen van Mazeik. Er zijn een paar nieuwigheden, onder andere 5 nieuwe verteltassen. Een van de vertelkoffers is Er was eens. Dat is een koffer vol met sprookjesboeken, dvd's en cd's. En aan de hand van voorwerpen zoeken de kinderen welk hoofdsprookje ze die dag voorgelezen willen krijgen. Naast het knutselen wordt er natuurlijk ook voorgelezen. Dat is de voornaamste zaak die hier in de bibliotheek kan gedaan worden. Als het in het thema van het boek past, dan wordt er ook gekookt. En ze gaan op bezoek bij Pablo. Hier, hoop maar.